een bijzijn voor vrouw, kinderen en ouders. Mooi, je kan het niet. Gaan we even aandacht geven aan jouw jubileum. Toen ik hier in november stond met Danny, toen dacht jij van hoe kan dat nou? Ik ben ook al een heel in. Ja, of het door vakanties kwam of blessures, dat weet ik niet. Maar het duurde wat langer bij jou. Wat Theo al zei, in december tegen Zwanen was je 100ste. Toen waren was je familie niet aanwezig. Dus we doen het nu. Ja, wat is over Jasper te zeggen de laatste 3 jaar? Want dit is de 100ste van FC Schavenzanden. Dus echt vanaf de studieperiode. Je bent de tweede na Danny, die die mijlpaal bereikt. De dingen die ik terugkrijg over jou. Je bent kopsterk. Je hebt een hele belangrijke kopdoelpunt gemaakt, weet je nog, 3 seizoenen geleden. We waren er bijna uit, maar aan het eind maakte jij het doelpunt een onmogelijke kopbal, zodat de na-competitie bereikte. Super. We hebben even nagezocht hoeveel doelpunten jij gemaakt hebt in die periode. Daar hadden we hulp van buiten voor nodig. Het waren er 20. Wat wel jammer is dat er 13 in het eerste seizoen waren. Dus dat is een beetje afgenomen. Maar ze waren wel allemaal heel belangrijk, vooral die ene persoon. Mensen, mooi onder ons zitten tussen Ron en Jasper. Te herkennen aan dezelfde haarstijl. Kijk, 100 wedstrijden in FC Schavenzanden 1. En dan komen er nog de nodige bij. Want hij heeft toegezegd ook volgend jaar in de selectie van onze club actief te zijn. Vandaag je 101ste wedstrijd. Ja. He, tegen Zwaluw was de 100ste. Vandaag gevierd met een huldiging met de technische commissie. Wat vond je ervan? Was leuk? Een zinnetje erbij? Ja, superleuk. Fantastisch dat je dat kan halen. En ja, je ziet gewoon de club leeft. En, ja, maar ook met dit soort dingen zijn ze gegroeid. En is het hartstikke leuk om dat zo mee gefeliciteerd te worden. Ik hoorde net de speaker zeggen, we staan na alle tussenstanden gehoord hebben, we staan op de eerste plaats in de tweede periode. Hadden we nooit gedacht aan het begin van het seizoen, hè? Nee, zeker niet na 5 wedstrijden. Maar we hebben een stapje gemaakt en we zijn we weten gewoon wat we nu kunnen en doen. En de race duurt voort. Ja, mooi.
Vind je dat je vader goed gevoetbald heeft? Ja! Oké, en Jasper, wanneer laat je haar weer groeien? Ja, nooit, want dan krijg ik zo'n gekke vleesbed. Ja. Jasper, bedankt. Gaat vieren in de, ja, in de kleedkamer en komt snel naar de kantine toe, hè? Gaan we doen. Top! Okay. Jasper, bedankt! Doei!